jongens, ik ben Dennis, a.k.a. Denske, en vandaag hebben jullie weer een nieuwe GTA 5 video. En in de video van vandaag laat ik jullie zien hoe je een minigun kan krijgen in GTA 5. Dus gewoon geheel free en in de map te vinden. En jullie kennen waarschijnlijk wel minigun, een van de lomste wapens in de game. En die kun je in die gunstore kopen. Ik weet niet hoe duur die precies is, hij zal niet goedkoop zijn. Dus daarom heb ik jullie nou een goed alternatief om hem dus gratis te krijgen. Dit is de locatie waar je naartoe moet en sommige mensen herkennen hem waarschijnlijk al. Dit is dus de legerbasis. En dan zul je misschien wel denken, ja, dat wordt dus pittig moeilijk om dat ding te krijgen. En het is inderdaad best wel lastig. Of ja, in ieder geval als je hem eenmaal hebt om dan weer die 4 sterren kwijt te raken. Dus ik raad je aan, wil je dit gaan doen, zorg eerst dat je van al je geld af bent. Dus laten we zeggen dat je het overal in investeert, dat je even van al je geld af bent. Want mocht je doodgaan op die legerbasis, dan verlies je bijvoorbeeld 5000. Als je een heel hoog bedrag hebt, dan verlies je 5000 als je doodgaat. Dan ligt het dus aan hoeveel geld je op de bank hebt staan. Maar laten we zeggen dat je dus veel erop hebt staan en je gaat dood, dan kun je dus $5000 kun je verliezen. En dat is best wel veel geld, dus ik raad je aan om eerst het geld op de bank te zetten. Waardoor als je dan doodgaat, dat je uiteindelijk niks hoeft te betalen. Dus ja, dan heb je eigenlijk gewoon die minigun voor niks. Je bent wel dood gegaan, maar ja, daar merk je dan toch niks van, want je hoeft geen geld te betalen. En ja, het is eigenlijk heel simpel. Laten we zien wat je precies moet doen. Ik had een auto nodig, dus denk ik, ga gewoon met die taxi. Ik heb geen zin om op de pokken heen te rijden. Dus daarna jat ik mooi die taxi. Dus dat is een win-win situatie. Ik hoef niet te rijden en ik heb uiteindelijk nog een mooi voertuig daar. Wel zonde van die auto die ik net had, maar ja, fuck dat. In ieder geval, je rijdt dus gewoon door die slagboom heen. Gaat die rechts af. Nou, dan zie je daar van die rode dingen. Ja, moeilijk uit te leggen, maar je ziet wel waar ik stop. In ieder geval bij deze groene deur. En dan moet je de rechtse deur pakken. Want die linkse deur, die kan niet open, die rechtse deur wel. En ja, je moet echt oppassen, want soms zitten hier heel veel soldaten binnen. In dit geval zat er dus geen één. Maar ja, dat weet je van tevoren niet. Dus ik had echt heel voorzichtig aan het doen. In ieder geval, je loopt op deze deur af. En dat is dus van de trap. En dit heb ik doorgespoeld dadelijk, want dit duurt echt enorm lang. Je moet gewoon helemaal naar het bovenste... de bovenste deur lopen, dus dat zie je nou ook, dat duurt fucking lang. Ik zat soms op die deur te schieten, want ik wist niet zeker welke ik moest hebben. Nou, het is dus gewoon de bovenste, dus je kunt hem eigenlijk niet missen. En als je bij de bovenste aankomt, dan moet je ook oppassen. En het kan ook zijn dat daar ook weer soldaten zitten. Nou, in mijn geval zitten er dus weer geen soldaten. Dus op zich wel ideaal. Maar ja, dan moet je het eigenlijk ook nog zien te ontsnappen. Dat heb ik uiteindelijk niet meer geprobeerd, want ja, ik hoef het ding niet per se te hebben. Maar ja, op zich, dat is dan nog de moeilijkste taak om dan nog te zien te ontsnappen. Maar in ieder geval, als je dus aankomt, dan ga je door deze deur heen. Ik zat ook al voorzichtig rond te kijken. Maar je ziet hem daar al liggen op de grond. Ik loop er daar ook overheen, dus dan ligt het niet meer. Maar ja, je ziet hem liggen. Hij pakt hem volgens mij nou op. Dus dat kun je niet meer zien. Maar ik laat even zien. Nou, daar is hij met 1000 kogels. Je kunt hem dus gewoon pakken, heel simpel. En ja, daar ligt hij dus. Dus ja, voor iedereen die al zoiets een minigun wou hebben, maar geen geld heeft, kun je dit proberen. Ik raad je aan om in ieder geval van tevoren even zorgen dat je al je geld opmaakt. Of gewoon even ergens in investeert, waardoor als je doodgaat, dat je geen 5000 punten verliest. Hier kun je vervolgens nog naar boven, daar is niks te zien en deze lift die werkt niet. Maar in ieder geval, ja, ik hoop dat ik jullie hiermee een beetje geholpen heb voor de mensen in ieder geval die graag een minigun wouden hebben. Het is toch wel een geinig wapen natuurlijk, zeker als je gewoon een beetje wil kloten, zeg maar. Maar in ieder geval, ik hoop dat je de video leuk vond. Als je de video leuk vond, laat een like achter. En ik ga proberen nog een andere video te uploaden nou, dus misschien komt die vanavond nog online. En ja, ik zie jullie de volgende keer weer. Houdoe. Thank you.